Ik begon met de negatieve kwalificatie eigenlijk van de tweede generatie. Maar die tweede generatie is volgens mij wel met een enorme inhaalslag bezig. Als ik alleen nog naar uzelf kijk. Want u zit nu in het bestuur van het Indisch Herinneringscentrum Brombeek. Het hoort niet op deze presentatie, maar zou u daar heel kort iets over kunnen vertellen? Want dit is namelijk ook een heel belangrijk verhaal wat daar verteld wordt. En wat, kunt u dat even doen? Hoe lang heb ik? Oké, u kent natuurlijk allemaal de geschiedenis van het Indisch Huis. Het is allemaal niet vrolijk. Maar ik heb het gevoel dat er nou echt iets heel moois uit voort gaat komen. Het duurt wel even. We hebben er lang over gedaan. Maar juist vanwege de geschiedenis vonden we het heel belangrijk dat zodra wij iets naar buiten brengen, dat het ook echt heel goed moet zijn. En het wordt heel goed. Het herinneringscentrum heeft een aantal functies. Herinneren, gedenken, voorlichten. En dat herinneren, dat zal zich manifesteren in een publiekspresentatie die dit jaar geopend gaat worden, die het verhaal van Indië vertelt. Van voor de oorlog, echt tijd voor de oorlog, van de oorlog en van na de oorlog. En wij hebben geprobeerd alle facetten die daarin belangrijk zijn te laten zien. En ook geen moeilijke dingen uit de weg te gaan. Dat wordt de publiekspresentatie. Wij hebben natuurlijk het ontwerp gezien en de vormgeving. En het is anders dan u zult verwachten. En u moet niet meteen roepen, ik vind het niks. Kijk goed en laat het op u inwerken. Het is bedoeld voor de eerste generatie. Maar het is ook bedoeld voor de vierde en de vijfde generatie. En we hebben geprobeerd het zo te maken dat iedereen zich daar zijn weg in kan vinden. En uiteraard is het Indisch Herinneringscentrum ook voor gedenken, voor bijeenkomsten en een platform voor discussie. U kunt zich nog steeds abonneren op de nieuwsbrief. Dan krijgt u daar ook voortdurend informatie over. En de directeur van het Indisch Herinneringscentrum is daar. Dat is Yvonne van Genuchten en die kan u er nog veel meer over vertellen. Dankjewel. Dankjewel.